Goedenavond. Vluchtelingen die hier mogen blijven krijgen een soberder onderkomen en minder geld. De VVD en PvdA waren het al eens over dit plan, maar de oppositie heeft vandaag nog veel vragen. Het kabinet verwacht dit jaar 50.000 tot 60.000 asielaanvragen in ons land. Asielzoekers die mogen blijven komen vaker terecht in speciale noodwoningen. Ze krijgen geen volledige uitkering, maar een lager bedrag aan leefgeld. En het Drentse dorp Oranje hoeft geen extra asielzoekers op te vangen. In het asielzoekerscentrum zullen maximaal 700 mensen wonen, zoals eerder was afgesproken. Vorige week ontstond commotie toen bekend werd dat het aantal vluchtelingen zou worden verdubbeld naar 1400. Een dag na de presentatie van het MH17-rapport komen de reacties los. Een van de separatistenleiders in Oost-Oekraïne bijvoorbeeld, die zegt dat de Nederlandse onderzoeksraad compleet verkeerde conclusies trekt. Bent u voor of tegen het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU? U mag er binnenkort over gaan stemmen. Geen Peil is de eerste organisatie die het voor elkaar krijgt om een referendum af te dwingen. Daarvoor waren 300.000 geldige handtekeningen nodig en dat is ruim gelukt. Het zal u niet zijn ontgaan. Het Nederlands elftal gaat niet naar het EK. En dat is voor het eerst sinds 1984. In het buitenland is er vooral ongeloof en leedvermaak dat Oranje zich niet wist te kwalificeren. En dat terwijl er nooit eerder zoveel landen mochten meedoen aan een EK. Ja, geen Oranjefeest, maar wel een dancefeest. Want Amsterdam wordt de komende dagen overspoeld door dansliefhebbers. Ze komen voor de 20e editie van het Amsterdam Dance Event met lezingen, exposities, maar vooral heel veel muziek. Amsterdam rekent op 350.000 bezoekers, 2000 DJ's en 300 feesten op bijna 100 locaties. In 20 jaar tijd is het Dance Event wel wat veranderd. U zag het NOS-journaal van 6 uur. Het kabinet verdedigt het plan om de voorzieningen te versoberen voor vluchtelingen die hier mogen blijven. Kunt u kijken naar EEN Vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u alvast een heel mooie avond.